het is zo bevrijdend om hier te mogen optreden. En een soort vreugde te mogen brengen bij menigeen. We hebben hier echt gevoeld ook. Ja. In mijn preek zeg ik ook wel dat je af en toe handtastelijk mag zijn. En mensen een schouderklopje mag geven. En het werkt goed. Geef iemand een spontaan een schouderklopje. En durf dat. Zo. Wacht ook niet. Is daar iemand? Kunt u zich dat voorstellen? Het is zo rustgevend. Maar zo merk je ook hoe de sfeer is op de parade. Dat mensen hartelijk zijn, dat ze spontaan zijn. Hoe is de sfeer daar? Ik heb zin. Heb je het naar je zin? Zin. En daar heb ik ook in mijn optreden over gehad, over het positief denken en de schouders eronder zetten. De hoofdtendens moet positivisme zijn. Dat merk ik ook aan de mensen die komen en de mensen die gaan, dat ze met een positief gevoel weggaan. En dat merk je, de hele sfeer op de parade is een sfeer van vrede, van vriendschap, van begrip en van interesse. Nee, maar nou, ik vond toch dat ik goed bezig was.